Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweekvlog. Het is vandaag maandag 16 september. En als je er nog wel zin hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ben nu op werk. Het is nog best vroeg, niet heel vroeg. Vanochtend zat een beetje alles tegen. Ik voel me ook niet 100% lekker. Ik ben heel erg verkouden, wakker geworden. En ik wilde vanochtend mijn lenzen in doen en het lukte me niet. En ik had een beetje haast. Maar vandaag komt voor het eerst mijn stagiair. Dus dat is wel echt heel erg leuk. En ik moest nog een paar dingetjes klaarzetten. Dus dat ga ik nu snel even doen. En dan gaan we beginnen. Ik ga even paracetamol nemen. En dan gaan we starten. Let's go. En alles staat al klaar. En het bord had ik al gedaan. Ik ga dit er even afhalen. Ik smeer boter op mijn brood. Heel goed. Daar komt ie. Dit is hem. Daar gaan we. Ik smeer boter op mijn brood. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Gisteren heb ik dus niet zoveel gefilmd omdat ik gisteren voor het eerst mijn stagiair had. En ik vond het ook een beetje gek om dan gelijk de camera erbij te pakken. Maar het was wel heel erg leuk. En ook voor mij heel erg leuk om zoiets mee te maken. Gisteren hebben we dus het spel gedaan van Blink. Als het goed is, is dat woensdag online gekomen. Wij hebben namelijk voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur hebben wij dus Blink. En dan hebben we elke keer een thema. En het gaat dus nu over fantastische families. En ik had dit op Facebook voorbij zien komen, want het ging namelijk over de dood van Frans Ferdinand. En ik vind het altijd leuk om de kinderen aan het begin van de les een beetje erbij te betrekken. Dus ik had dit. En op de gang, maar ja, dat zie je nu niet door de donker. En daar is dus het plaatsdelict. Het is een beetje donker, dus je ziet het niet. Maar in ieder geval echt heel erg leuk. En ik ga die nu weggeven aan een collega. En dan ga ik de families ophangen die we al hebben behandeld. Zodat we die families dan, als uiteindelijk de kinderen daar dan iets over moeten maken, dat ze gewoon kunnen kijken op die muur en dat ze alvast wat inspiratie hebben. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik ga nu eventjes het bord klaarzetten en dit allemaal even in orde maken. En ik zou het ook echt heel erg leuk vinden als jullie een reactie achterlaten in de comments. Want ik merk gewoon als dat gebeurt dat mijn video's ook echt veel beter gaan. En ik veel meer kijkers heb. En dat is voor mij ook heel erg fijn. Dus als je het leuk vindt, reageer zeker even. Laat zeker even iets achter in de comments. Of reageer even een leuke smiley. Dat helpt voor mij heel erg. En ik heb hier nog wat kaartjes. Dit ga ik even doen. Wij zijn tijdens het thema Blink dus bezig met fantastische families. En ik wil dus een muur maken waar we de families dus bespreken. Dus deze families komen dan ook voor in de lessen. En dan wil ik die ophangen. Zodat ze ook een beetje daar alvast beeld van krijgen. Ik ben nog steeds echt zo verkouden. En ik ga ook alvast even een knutselles bedenken. En ik denk dus dat ik iets met de herfst ga doen. Want volgende week begint de herfst. En ik heb dus ook allemaal leuke versiering voor in de klas. En ik dacht, misschien is het leuk. Ik ga het eventjes aan jullie laten zien. Dat is zo fijn aan groep 8. Ze kunnen natuurlijk al heel veel. Boomherfst. Oh, ja, waar is die? Een beetje zo'n soort boom. Zo'n soort herfstboom. Zoiets. Dat leek me wel heel erg leuk. Dus daar ga ik eventjes naar kijken. Dat vind ik wel heel erg leuk. En dat staat ook gelijk leuk in de klas. Maar ik ga eerst even dit afmaken. Want ik ga altijd van het een naar het ander. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Lekker een korte dag. Ik heb de meeste dingen al klaargezet. Ook het bord. We hebben straks een les met de atlas. Dus ik heb de atlassen ook klaargezet. En dan gaan ze zo meteen moeten ze landen zoeken bij de evenaar. En dan met rekenen moeten ze de afstand berekenen.
Ook heb ik dit even klaargelegd voor Blink. Want ik heb daar boven de tijdvakken hangen. En ik wil dus eigenlijk elke keer als we iets behandelen, dat ook gewoon daarboven hangen. Zodat ze zien in welke tijd het zich afspeelt waar we het nu over hebben. Dus hopelijk vinden ze dat fijn. En ik ga nu nog eventjes mijn rekenen verder voorbereiden. En ik ga ook even een spelletje doen vandaag. Ik zal even een spelletje opnoemen. Gisteren had ik de keizer gedaan. En dat is dus, één iemand in de klas is de keizer. Ik begon en dan zei ik, nou, ik ben de keizer en ik heb een hekel aan alles met de letter K. Wat gaan jullie met eten geven? En dan moesten ze iets te eten opnoemen waar dus geen K in zat. En dan ga je zo verder. Maar je kan bijvoorbeeld ook doen, ik ben buschauffeur en ik heb een hekel aan de letter P. Naar welk land ga ik? En dan moeten ze allemaal landen opnoemen waar die letter dus niet in zit. Was wel even een leuk spelletje voor tussendoor. En nog meer. Even kijken wat leuk is. Samen tekenen. Dus de leerlingen werken in tweetallen. Elk tweetal bepaalt van tevoren wat ze gaan tekenen. Om de beurt mogen de leerlingen een lijn tekenen. Dus dan ga je steeds een stukje verder van de tekening. Die ga ik denk ik vandaag doen. Dus dat. Maar dat zijn dus deze kaartjes. Bordje nummer 2. Financieel gezien was het beter om die computer niet te kopen. Schrijf op financieel. IEL. Het ook zo'n stukje is. IEL. Kijk goed hoe je het schrijft. In de tuin staat het priëel. Priëel. Dat kleine glazen tuinhuisje. Weet jullie nog? Priëel. Hij is heel erg sociaal. Schrijf op sociaal. Good morning. Het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag een jurkje aan. Want het wordt wel lekker weer. Maar ik zit gewoon helemaal in die herfststemming. Ik kan gewoon niet denken aan jurkjes. En ik vind het ook gewoon niet lekker zitten. Maar ja, ik heb hem nu al aan en ik kan het niet meer verwisselen. Dus dat gaan we ook niet doen. Vandaag op de planning, we gaan weer nog van Prinsjesdag gaan we nog afmaken. Je kan namelijk gratis zo'n derde kamerkoffertje aanvragen. Voor de bovenbouw, deze. En daarin zit dus gewoon een lesprogramma met lessen over de Tweede Kamer. Eerste en Tweede Kamer en Prinsjesdag. Vinden ze wel heel erg leuk en vandaag gaan ze dus een debat voeren. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik ben heel erg benieuwd wat ze daarvan vinden. Maar dat kost wel eventjes. Je hebt eigenlijk 4 lessen die je doet. Maar je kan ook 2 keer bijvoorbeeld een uur doen. Of ja, je kan het zelf een beetje inplannen. En dat is echt de planning. En in de middag gaan we een herfstboom tekenen. Een cubistische herfstboom. Ik zal hem eventjes laten zien. En dat is eigenlijk een beetje de planning voor vandaag. Ik kijk ook altijd even in mijn agenda of ik nog iets zie staan. Oh ja, nee, oké. Dus ik zal eventjes die herfstboom aan jullie laten zien. Kijk, deze bomen wil ik dus gaan maken, zodat het er gelijk een beetje herfstachtig uitziet. Vinden jullie deze leuk? Ik twijfel dus wel een beetje, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Hij is dus van meester Richard. Oké, fijn dat jullie allemaal aanwezig zijn bij dit debat. Het debat is geopend. Oké, we gaan beginnen. Welkom, groene fractie, blauwe fractie en roze fractie. Jullie hebben net in jullie fractie goed overlegd. Jullie hebben allemaal een wetvoorstel dat jullie straks gaan presenteren. En wij zijn heel erg benieuwd, wat zijn nou jullie argumenten? En welk wetvoorstel gaat er doorheen komen? De woordvoerder, wie mag ik hier als eerste het woord geven? Wilt u gaan staan? Jullie hadden scholen worden afgeschaft, voortaan krijgt iedereen thuisles via de computer. Kan je vertellen wat jullie argumenten daarvoor zijn? Good morning. Nog steeds verkouden. Het is vandaag vrijdag. Laatste dag. We hebben eigenlijk altijd in de ochtend gym, maar dat gaat dus niet door. Dus ik ga de vakken van vanmiddag naar de ochtend doen, zodat we in de middag leuke dingen kunnen doen. Dus dat is wel een goed idee. Gisteren zijn ze begonnen aan die herfstboom. Volgens mij had ik dat laten zien.
En ik zal tot nu toe een beetje het resultaat laten zien. Ze zijn nog niet super lang bezig. Oh. Zo. Volgens mij vinden ze het niet een super leuke opdracht. Maar ja, bij dit kan ik natuurlijk wel heel goed zien hoe netjes je werkt en met het tekenen. Dit is er één. Ze zijn wel al begonnen met kleuren, dus dat is wel heel erg leuk. Hier zo. Ook heel erg leuk. Ja, pas als je het eindresultaat ziet. Oh, hier zie je wel wat beter. Heel erg leuk. En daar gaan we vanmiddag dan weer mee verder. Zo. Alleen hier is een hoekje omgebogen. Verder. Ik zit even na te denken. Is er vandaag nog iets bijzonders? Volgens mij niet. Ik moet heel even nog het pluswerk nakijken. Dat ga ik maar denk ik gelijk doen. En even mailtjes beantwoorden. Dat ga ik eerst doen. Eerst mailtjes doen. Volgende week gaan we hem kijken. Oké, ze zijn bezig met het tekenen van de herfstboom. Even kijken. Mooi. Kijk. Allemaal mooie herfstbomen. Ik ben thuis van werk en mijn vriend en ik gaan zo naar onze derde salsa les. Maar ik heb zo'n leuk pakketje gekregen. Dit moet ik gewoon eventjes aan jullie laten zien. Ik heb het dus wel gekregen. Kijk. Van Studio bij Sas heb ik dus dit gekregen. En dit is een foto van mij en mijn vriend op vakantie. En zij heeft dit dus getekend. Echt heel erg mooi. We hebben er ook een TikTok van gemaakt. En ik zal haar Instagram wel even in beeld zetten. Maar echt zo mooi. En ook alle details en de oorbellen en de ringen. En zelfs een soort van nagellak van mijn tenen zijn gedaan. Het is echt bizar. Heel erg mooi. Maar wij gaan zo meteen lekker naar salsa les. Maar ik moest het even aan jullie laten zien. Ik ben er zo blij mee. Ik ga hem hier op mijn make-up tafel zetten. Of ik ga hem in de slaapkamer hangen. Is ook leuk. Oké, het is vandaag zaterdag en zoals jullie zien ben ik mijn haar aan het krullen. Ik ga namelijk zo meteen met twee vriendinnetjes naar een festival, dus dat is wel echt heel erg leuk. Ik ben de afgelopen week echt de hele week verkouden, een beetje ziekig geweest en ik heb dus ook niet zo heel veel gefilmd. Maar ik dacht ik vind het toch wel leuk om jullie even een beetje bij te kletsen hoe en wat. Nou, ik ga dus straks naar een feest. Ik heb mijn haar gekruld. Ik weet dus echt niet wat ik aan moet. Want het is vandaag wordt het 24 graden. En ik vind dat gewoon heel erg moeilijk met kleding. Want eigenlijk hou ik niet van blote benen. Maar ik heb nieuwe laarzen. Die zal ik wel even aan jullie laten zien. Of doe ik dat zo meteen? Dat doe ik zo meteen wel even. En ja, die vind ik dan gewoon heel erg leuk. En dan wil ik eigenlijk misschien toch blote benen. Dus ik heb nu een shirt van mijn vriend aan. Ik weet het eigenlijk gewoon nog niet precies. Waar had ik het over? Oh ja, dus ik weet niet welke outfit ik aan wil. Ik dacht misschien gewoon dit shirt en dan met die laarzen. Nou, ik laat ze wel gewoon eventjes zien. Kijk, ik heb echt hele leuke nieuwe laarzen. Namelijk deze parels. Nou, dit is toch echt heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, gewoon met zo'n lang shirt met grijze details. En dan neem ik gewoon een blazer mee voor als het in de avond koud wordt. Maar ja, dat dus. En nu moet ik dus even mijn make-up doen. Want Flor en Vos komen dus straks hier naartoe. Dus dat is ook wel heel erg chill. En dan worden we zelfs gehaald en gebracht. Wat een luxe leven. Maar ik dacht ik ga jullie even bijpraten over afgelopen week. En ondertussen even lekker mijn make-up doen. Ik wilde eigenlijk heel even mijn medicijnen nemen. Want ik heb een beetje last van astma. Horen jullie dat? Een beetje die piep. Dat is dus van mijn astma. Oké, over afgelopen week. Ik heb dus niet heel veel gefilmd in de klas. Volgens mij heb ik wel gewoon elke dag de vlog geopend. Maar dit is dus mijn oude klas. Dus ik ken de kinderen al. En ik was gewoon zo benieuwd hoe het zou zijn als je kinderen een soort een jaar eigenlijk dan niet in de klas hebt gehad en les hebt gegeven. Maar het is echt bizar hoe snel die band weer terug is. We zijn natuurlijk ook de eerste week op kamp geweest.
heb mijn beautyblender nat gemaakt en kon ik hem niet meer vinden. Oh hier. We zijn ook die eerste week op kamp geweest, dus daardoor is die band ook al gelijk heel sterk. Maar ik vind het gewoon echt heel erg gezellig in de klas. Ik ga helemaal met plezier naar werk. Ze zijn super lief. Ik hoef niet te veel te corrigeren. Dus daardoor hangt er gewoon een hele erg positieve sfeer in de klas. Nou ja, en dat wil je natuurlijk gewoon. Dus doordat ik niet zo heel veel hoef te corrigeren, kunnen we ook heel hard werken. En hebben we dus ook tijd voor leuke dingen. Dus vrijdagmiddag hadden we in de ochtend heel hard gewerkt. En toen vrijdagmiddag hebben we eigenlijk alleen maar leuke dingen gedaan. Dus toen hebben we geknutseld. Toen zijn we even naar het veldje geweest. We hebben even een stukje van een film gekeken. En dan hangt er ook gewoon een hele gezellige sfeer. En natuurlijk in groep 8 wil je dat gewoon. Omdat ze ook afscheid gaan nemen van elkaar. En ja, maar ik merk gewoon dat alles weer heel erg vanzelf gaat. In groep 6 heb ik natuurlijk die band al een beetje opgebouwd. Maar je weet nooit hoe ze een soort van terugkomen. En ja, kinderen zijn natuurlijk ouder geworden, veranderd. Ze zijn ook echt super groot geworden. En ja, in groep 8 gaan ze natuurlijk ook puberen. Niet iedereen, maar het is altijd even een beetje kijken hoe en wat. Maar tot nu toe bevalt het me echt super goed. Dus dat is heel erg fijn. En wat ik heel erg fijn vind, het is ook voor mij voor het eerst dat ik een jaar nog een keer doe. Dus ja, ik herken de lessen wel een beetje. Niet alles, want dingen zijn natuurlijk ook weer een jaar geleden. Maar er zijn best wel veel dingen die ik dan herken. En dan bijvoorbeeld met rekenen, dan denk ik, oh ja, nou ja, deze les hebben we vorig jaar gehad. En dan gaat voor mij die uitleg ook wel wat soepeler. Is dat een woord? Soepeler? Klinkt gek nu ik het zo zeg. Dat is heel vaak als ik aan het filmen ben, dat woorden opeens gek klinken in mijn hoofd. Oh ja, ik ga best wel veel make-up op doen, want ik ga dus naar een feest. Maar het wordt wel best wel heet. Zo, maar in deze foundation zit SPF 50. Echt bizar, eigenlijk. Dit is wel genoeg. Dus ja, ik ben echt helemaal blij weer met de klas en hoe het gaat. En afgelopen week voelde ik me dus niet zo lekker. Maar ik heb me dus echt niet ziek hoeven te melden. Omdat het gewoon allemaal heel soepel ging. En ik niet hoefde te schreeuwen of dat soort dingen. Daar word je gewoon, krijg je snel hoofdpijn van. En daar word je heel erg moe van. Dus helemaal blij. En volgende week, maandag hebben we studiedag. En volgende week begint ook de herfst. En ik heb dus allemaal dingen bij de Action gekocht voor de herfst. En ik dacht, dan ga ik dat lekker in mijn klas hangen. Ik probeer wel, ja, dat probeer ik eigenlijk elk jaar, steeds meer. Ja, je krijgt steeds meer tijd voor dingen. Dus dan probeer ik daar ook mijn best voor te doen. Dus ik probeer de thema's meer uit te werken. Vorig jaar deed ik dat ook al meer. Maar ik merk wel, in mijn eerste jaar had ik daar echt geen tijd voor. En nu merk ik dat ik daar al wel meer tijd voor heb. Dus dat is dan ook wel heel erg leuk dat we... Ga ik mijn lokaal een beetje versieren aan de hand van het thema. En we hebben binnenkort ook projectweek. Dus dan wil ik dat ook een beetje helemaal gaan uitwerken. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ja, dus eigenlijk heel positief begonnen. Helemaal blij. En ik ben ook wel minder moe. Dat is ook natuurlijk gewoon wennen. Ze zeggen dus dat je volgens mij... Ik ga het van de hak van de tak. Hoe heet dat dan? Je setting spray eerst moet doen voordat je je poeder doet. Maar ik doe dat met name poeder. Ja, ik ben bang als ik nu dus iets nieuws ga doen dat het dan fout gaat. Ik vind deze blush dus echt heel erg mooi. En die is gewoon van Shein. Toen ooit op het event gekregen. Maar ik vind hem zo mooi. En zeker als het een beetje zonnig is buiten. Dan vind ik het echt mooi om lekker veel highlighter op te doen. Wat zou ik doen? Zou ik nu ook al mijn vloeibare dingen doen? Ik doe gewoon al een klein beetje. Zo. En ik dacht, ik ga vandaag voor het eerst weer een keer zilveren sieraden omdoen. Dat doe ik eigenlijk echt nooit meer. Maar ik had er helemaal zin in. Dus ik ga zo meteen mijn zilveren sieraden pakken. En ja, mijn outfit past daar eigenlijk ook beter bij. Dus... Ik heb nog al mijn zilveren sieraden van toen. Dus ik vind het ook zonde om het helemaal nooit meer om te doen. Maar ik ben gewoon heel erg gewend aan goud. Maar ze zeggen altijd dat één kleur mooier staat bij iemand. Maar ik weet dus niet wat bij mij mooier staat. Wat vinden jullie, zilver of goud? Ik ben dus nu weer mijn zilveren sieraden aan het opdoen. Ik vind het weer helemaal leuk. Misschien staat het wel gewoon beter bij mij.
Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ben er helemaal blij mee dat ik ze weer heb ontdekt. Alleen die armbandjes krijg ik natuurlijk niet allemaal om. Maar ja, zij komen zo meteen naar mij. Dus dan kan ik het gelijk eventjes aan ze vragen of ze dat om willen doen. Ik twijfel dus een beetje aan deze ketting. Of misschien meer iets subtiel. Nou, mijn make-up zit erop. Ik ga even mijn haar eruit halen. En nu is het dan nog heel heftig. Maar dat is niet erg, want dan uiteindelijk ga ik het natuurlijk een soort van, nou ja, uitborstelen met zo'n grove kam. Maar aan het begin doe ik dit, want dan blijft het extra lang zitten. Mijn haar is wel een heel klein beetje vet. Maar ja, ik wil het eigenlijk nooit wassen voordat ik naar een festival ga, want mensen roken daar toch. En dat vind ik echt heel vies. En als ik dan net mijn haar heb gewassen, dan kan ik het gelijk weer wassen. En dat vind ik dan ook weer zonde. En ik ben mijn haar dus aan het trainen om het minder te wassen. En soms lukt gewoon bijna een week. Dus ik ben heel goed bezig. En dan wil ik het niet met zoiets verpesten. Kijk, dit had ik dan in mijn hoofd. Dit shirt, dan mijn nieuwe laarzen en dan nog een tasje erbij. Alleen kijk, ik vind dus de laatste tijd als ik mijn haar heb gekruld, vind ik het dus niet mooi. Nu dus eigenlijk ook niet. Ik vind het er heel gekkig uitzien. Ja, wat ga ik hier nu nog mee doen? Zo stom. Ik denk dus omdat het een beetje vettig is, dat het dan een beetje sprieterig wordt of zo. Maar ik vind het echt nu niet mooi. Dat ga ik doen. Good morning, het is vandaag zondag. Gisteren was echt super super leuk, echt een hele leuke dag gehad. Uiteindelijk waren we 1 uur thuis of zo, of om 1 uur sliep ik ongeveer. Dus het viel nog wel mee, maar was echt heel erg leuk. Wel een beetje pijn in mijn voeten, want ik had dus die nieuwe laarzen aan. Ik vond ze wel echt uiteindelijk heel erg leuk. En ze zitten wel heel erg lekker. Vandaag is het zondag. Een beetje een rustdagje. Morgen moet ik natuurlijk weer werken. En ik wil niet 2 dagen iets drugs doen. Ik heb wel gisteren heel veel rommel gemaakt. Zodat als ik niet weet wat ik aan moet, dan pak ik echt alles uit de kast. Dat is echt niet normaal. Maar ik had ook nog een pakketje van Shein. Maar er zitten niet echt hele bijzondere dingen in. Maar alsnog ga ik het even laten zien. Ik heb in de klas heb ik van die raamstickers gekocht. Deze. Ik dacht, ik vind het wel leuk om mijn klas een beetje te versieren. Passend bij een thema. En binnenkort is natuurlijk ook Halloween. Dus ik vond dat wel heel erg leuk. En ik zag dus ook deze van die grote pompoenen. Met een touwtje. Dus ik dacht, misschien ga ik die even ergens ophangen. En ik zag deze. Hello Pumpkin. Vond ik wel leuk voor bij de deur. En ik had wel heel veel dingen van bij de Action hoor. En kijk, wat had ik nog meer? Oh ja, ik had nog meer van die raamstickers. Namelijk ook deze. Ik ga deze dus allemaal op de ramen plakken. Dat vond ik wel echt heel schattig. Dat ga ik morgen doen. Dus dat kan je in de volgende week volgens zien. En dit is denk ik zo'n pompoen. Geen idee. Moet ik straks even kijken. En ik heb dus nog een paar van die pennenbakjes. Zo, deze voor op het bord. Die zijn dus magnetisch. Dus dan kan je die zo opplakken. En ik heb ook wat stempels. Die zitten er ook bij. Wat heb ik nog meer? Oh ja, dit is ook echt zo handig. Dat zijn van die kleine clipjes. En er zit dus ook een zakje bij. Deze gebruik ik heel vaak voor in mijn haar. Dus nu heb ik er lekker weer nieuwe. Deze vind ik altijd heel fijn om in de klas te gebruiken. Dus daar heb ik een aantal van. En ik dacht dat ik ook... Oh, dat zit denk ik hierin. Nog een paar nieuwe magneetjes had. Want ik had er nog niet zo heel veel. En deze magneetjes zijn heel erg leuk met smileys en zonnetjes. Dus deze. Nou, ik heb me even omgekleed en mijn haar even in de staart gedaan. Het is wel een beetje vet. Maar wij gaan even gezellig samen naar de bios. Nou, gezellig. We gaan naar de film Loverboy. En ik had voorbij zien komen op TikTok dat het echt heel heftig is. Dus ik ben super benieuwd. En
Ja, ik heb gewoon even mijn chill outfitje aan. Ook geen make-up op. Gewoon even simpel. Ik ga nu ook mijn bril opdoen. Maar mijn haar is best wel vet. Dus ik dacht, ik doe het gewoon even in een staart. En die twee voorste plukjes zijn natuurlijk blonder. Dus als je dan een staart in hebt, dan heb je zo'n stuk blond op je hoofd. Maar we gaan dus naar de film Loverboy. Ik ben zo benieuwd. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En we gaan dus een keer in de middag naar de bios. Meestal gaan we in de avond. Maar we gaan dus in de middag. En kijk, die krul zit er dus nog helemaal mooi in mijn haar. Nou, zoals jullie hebben gezien, is er echt 3 weken geen video online gekomen. En dit was eigenlijk een beetje de beelden die ik nog had. En dat komt echt gewoon, ik film nu weer met mijn oude camera. Dat ik gewoon niet zo goed weet wat ik met mijn YouTube kanaal wil. En ik merk gewoon dat, ik had vroeger best wel veel support. En nu valt dat best wel heel erg mee. Dus soms worden de video's dan ook maar 2000 keer of zo bekeken. En dat vind ik dan gewoon heel erg zonde. Want dan denk je, ja, misschien kan ik dan beter meer tijd aan TikTok en Instagram besteden. Dus ja, daar was ik gewoon heel erg mee een beetje in dubio. Want ik heb dus ook een nieuwe camera gekocht. Maar ook vooral voor TikToks en dat soort dingen. Dus ja, ik weet het gewoon niet zo. Ja, ik weet het gewoon niet meer. En ik weet dat ik dit vaker heb. Maar dan zit ik weer, moet ik stoppen? Moet ik doorgaan? Ik weet het gewoon niet. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En ja, dat. Maar dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Ook al was het heel rommelig en alles bij elkaar. En dan misschien tot volgende week. Geen idee. Doeg!